Oké, je hebt kinderen en die zitten al tijden te zeuren om een hond. En dan niet zomaar een hond, maar een dure rashond bijvoorbeeld. Maar jij ziet dat helemaal niet zitten, want die hond moet uitgelaten worden en die kinderen zijn op een gegeven moment op uitgekeken. Daar is toch een oplossing voor. Sony komt namelijk terug met de Aibo. Een hondje dat ze in 1999 al op de markt brachten. Maar inmiddels heeft hij een evolutie doorgemaakt, komt hij opnieuw op de markt. En Aibo is dit keer een stuk slimmer dan dat hij 20 jaar geleden was. Aibo ziet er een stuk geavanceerder uit dan zo'n 20 jaar geleden. Hij is helemaal glad afgewerkt, er zitten volop sensoren in. 4 microfoons die aan 4 kanten jou kunnen horen. Hij kan dus ook horen waar het geluid vandaan komt. En wat wel relaxed is, deze hond is na 2 uur gewoon hartstikke moe. En dan gaat hij vanzelf naar zijn mandje toe daar en wordt hij weer opgeladen. Totdat hij genoeg charge heeft en dan wordt hij weer wakker. Oh, hij roept me nu. Hey Aibo. Wat uniek is aan Aibo nu, is dat er kunstmatige intelligentie in zit. Door middel van deep learning krijgt het hondje een eigen karakter. En dat heeft geheel te maken met hoe jij het hondje opvoedt. Wanneer aai je hem, wanneer beloon je hem, wanneer beloon je hem niet, wanneer geef je hem wel aandacht, geen aandacht. En hij leert ook jou kennen. Dus als jij op een gegeven moment thuis komt, naar je werk, en hij ziet je, met het cameraatje dat hij in zijn neus heeft en in zijn staart trouwens, heeft hij er trouwens ook eentje, dan komt hij ook naar je toe. En deze Aibo is al behoorlijk aan mij gehecht geraakt, zoals je ziet. Iedere keer naar hem toe lopen, terwijl het helemaal niet mag van zijn echte baasje. He likes me. Yes. Japanners denken dat alles een ziel heeft. Elk apparaat, elk voorwerp, zelfs dit stomme paaltje hier, zou een ziel hebben. En waarom robots dan niet? Hij moet zelfs empathisch gaan reageren, zei de baas van Sony zojuist hier op het podium. En als je hem zo ziet, nou, je vindt hem gelijk schattig. Come on, Aibo. Good boy. Toch zal het nog heel lang duren voordat ik deze Aibo in mijn armen kan sluiten. Want voorlopig lijkt het erop dat hij alleen in Japan en mogelijk ook in Amerika op de markt komt, maar niet in Europa. Bovendien is hij vrij duur. Hij kost omgerekend zo'n 1500 euro en je moet een abonnement afsluiten van 20 euro per maand, zodat hij alle informatie die hij over jou verzamelt en waar hij zijn gedrag op baseert, in de cloud kan opslaan. Nog een paar jaar wachten maar op de Aibo en dan misschien tweedehands op eBay.